Goedendag, de afgelopen dagen en ook de komende dagen hebben we vaak te maken met fikse regen en onweersbuien. Dus krijgen we heel veel van dit soort foto's binnen. We hebben al een hele natte mei maand op verschillende plaatsen meer dan 100 mm regen, sommige plaatsen zelfs meer dan 150 mm regen. Terwijl we normaal maar een millimeter of 50 of 60 in een mei maand mogen verwachten. En we hebben natuurlijk al heel veel natte maanden achter de rug. En in deze 30 dagen gaan we kijken of we nou eindelijk eens een wat droger weertype gaan krijgen. Of dat voorlopig die wisselvalligheid echt wel aan de zet blijft. In het Amerikaans weermodel zien we ook goed waar we die wisselvalligheid aan te danken hebben. Vaak liggen we een beetje op de scheidingslijn tussen warme en iets minder warme lucht uit het zuiden. En dat zorgt dus voor die wisselvalligheid met die bui, die continu overtrekken. Dat gaat ook dit weekend weer gebeuren. Zeker zondag kunnen dat weer stevige exemplaren zijn die vanuit het zuidwesten gaan overtrekken. Lage druk blijft een beetje rondtollen. Net ten westen van ons, met bij ons dus een zuidwestelijke aanvoer. Heel koud zal het daarbij, niet, daarbij niet worden. Maar als er eenmaal wat buien of regengebieden overtrekken, dan halen we toch maar met moeite die 20 graden. Als de zon even doorbreekt, dan zitten we zo weer op 22 of 23 graden. Maar we zien dus ook richting het einde van volgende week dat storingen blijven overtrekken over onze omgeving. Het patroon zit eigenlijk echt heel erg vast. Willen we echt structureel verandering hebben, dan moet er zich een hoog drukgebied gaan nestelen boven onze omgeving. En dat lijkt voorlopig echt niet te gaan gebeuren. Dit is dan ook de luchtdrukafwijking voor de laatste week van mei en begin juni. Lagere luchtdruk dan normaal ten westen van ons. En hogere luchtdruk dan normaal juist ten oosten van ons. Met daarbij dus ook die wisselvalligheid bij ons. Neerslag hoeveelheden die boven normaal liggen, zo'n 10 tot 30 mm. In Scandinavië was het de afgelopen weken prachtig weer. Heel vaak boven de 20 graden. In delen van Noorwegen aan de kust, daar werd het zelfs meer dan 25 graden. Maar ook daar gaat het echt wel veranderen. Het wordt daar ook wisselvalliger. De temperaturen komen daar is nog wel heel erg hoog uit. Zo'n 6 tot 10 graden boven gemiddeld. En daar dus op grote schaal die 20 graden. Wij liggen nog steeds een beetje op die scheidingslijn. We hebben dat al vaak gezien de afgelopen weken: dat het zuiden vaak bewolking had en iets lagere temperaturen. Terwijl het noordoosten van het land vaak met zomerse warmte te maken had. En in de laatste week van mei lijkt dat, dat verschil ook nog steeds aanwezig te zijn. Al zal het wel iets minder duidelijk zijn. De verschillen zijn minder groot. Kijken we een weekje verder, dan zien we toch wel iets van verandering. Die lage druk gaat zich nog iets meer richting Scandinavië verplaatsen. Ook meer lage druk dan normaal in het zuiden van Europa. En bij ons wat minder afwijking in de temperatuur. Met name ook in Scandinavië zien we dat er nog steeds positieve afwijkingen zijn, maar niet meer zo extreem. En bij ons temperaturen. Rond normaal en dat zal dan rond een graad of 20 zijn voor deze periode van het jaar. Het zal dus heel erg per dag verschillen. Als we even een dag hebben met wat meer zonneschijn, dan zit je al gauw boven die 20 graden. Trekt er de storing over, dan moeten we het toch maar doen met 17 of 18 graden. Dus dat hangt een beetje ervan af welke dag van de week je pakt. Qua neerslag lijken we nog niet een hele droge periode tegemoet te gaan. We zien wel dat er geen overduidelijk signaal meer is voor te nat weer. Maar ten noorden van ons toch nog een afwijking van 0 tot 10 mm meer dan gemiddeld. En dat betekent dus ook wel dat we af en toe echt wat te maken hebben met regen en onweersbuien die overtrekken. Maar ook gewoon droge dagen. In de temperatuurpluim zien we toch ook wel goed dat we voorlopig niet echt op zomerse warmte hoeven te rekenen. De warmste dag wordt dan nog de zondag, met dan nog lokaal in het oosten 23 of 24 graden. Maar daarna zitten we vaak zo'n beetje rond die 20 graden. Soms ook wel een beetje eronder. Als we, zoals ik net ook al zei, als er wat regen overtrekt, zitten we er net onder. Zitten we net even onder een as van hoge druk, dan zitten we net boven die 20 graden. Maar zomerse warmte, er zijn eigenlijk bijna geen oplossingen die daarmee komen. En daarvoor is het stromingspatroon dus op dit moment ook gewoon niet zo gunstig. Kijken we verder in juni, 10 tot 17 juni, dan zien we opnieuw geen hoge drugsignalen boven onze omgeving. En dan weet je het eigenlijk al wel: dan hoeven we ook niet te rekenen op zomers en droog weer. Als we kijken naar de neerslagafwijking, zien we wel een kleine min, alleen het is echt heel erg minimaal. Dus of we hier nou echt de uit kunnen halen dat we heel droog weer gaan krijgen, dat vind ik hier lastig aan vast te pinnen. Kijken we nog één weekje verder. 17 juni tot en met 24 juni. Natuurlijk erg ver in de verwachting. Maar ik pak hem er maar toch even bij. Dan zien we iets meer lage druk dan gemiddeld. In het zuiden van Europa. Bij ons nauwelijks een afwijking. En dat heeft tot gevolg in deze tijd van het jaar. Als het zonnetje dan even doorbreekt. Dat we echt wel temperaturen kunnen verwachten. die iets boven normaal uitkomen. Zo tussen 20 en 23 graden is wat we dan mogen verwachten. Zo'n 1 tot 3 graden boven gemiddeld. En dat is voor heel veel mensen dan toch wel prettig. We gaan dan, dan richting het begin van de zomervakantie. Maar of het dan inderdaad ook droog is, dat is dus nog maar even de vraag. Samengevat, hebben we de komende weken vaak te maken met temperaturen rond 20 graden. De zomerse warmte dat zit er voorlopig echt niet in. Die oplossingen zijn er gewoon nauwelijks. Neerslag blijft het weerbeeld bepalen. Zeker de eerste twee weken van de 30-daagse. Overwege juli, dan wordt het mogelijk wat warmer. Met temperaturen die vaker tussen die 20 en 25 graden uitkomen. En vaker dan misschien ook gaan pieken richting 25 graden. Maar het is nu nog wat ver weg en is ook nog wel erg onzeker. Tot de volgende keer.